Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Dirk Standaard is zeer betrokken op de Govaartskapel. Vroeger een druk bedevaartsoord, vandaar komen er vooral wandelaars en toeristen langs. Er zijn plannen om de kapellen van Oedlem-Beernem te restaureren en deels te herbestemmen. In afwachting waakt Dirk over dit erfgoed en maakt hij wat graag een praatje met de passanten. Goeiedag, ik ben Stanny. Dat is mijn bijnaam en ik onderhoud hier samen met een vriend een klein beetje het kapelletje. Dat is 's morgens een kaarsje en hangs doen branden en dan een keer kijken als er hier iets gebeurt. Bijvoorbeeld, dat is ook een kleine plaats waar dat de jeugd nu kan komen, 's avonds. En ze komen dan hier iets drinken of misschien iets meer doen, dat weet ik niet. Maar dat is hier een heel stille plaats. En ik kom hier 's morgens omdat je hier de stilte hebt. Moet ik luisteren. En wat heb je hier ook? Je hebt hier bijvoorbeeld de vogeltjes, de specht. Je hebt hier 3 spechten. De bonte specht, de kleine specht en de grote bonte specht. Dat zit hier allemaal. En gewoon hier in het kapelletje, dat je kijken, opkuisen, een kaarsje doen branden. Komen hier ook mensen, soms zijn er hier, zit op een toeristische vragenronde. En ze zoeken wanneer dat die kapel gebouwd is. En ze kijken altijd bovenaan, wat zit hinter achter dat blommetje. En dat kapelletje is hier gezet. We hadden vroeger in Oedlem, spreek van de jaren, einde jaren 1800, 2 rijke families. En dat is gezet door een van die rijke families. En die andere rijke familie heeft een beetje verder ook een kapelletje gezet. En wat hij daar ziet, daar vooraan in de Karslarenstraat, dat is een familie vroeger, ook een rijke familie. En ze lieten een kapelletje zetten, maar op hun eigendom. Maar hier is dat van de kerkfabriek. Maar de kerkfabriek doet tegenwoordig niet veel meer. En ik onderhoud dat hier, dus het is goed, maar goed onderhouden. Mensen komen hier veel met hun hondje wandelen en de hondjespoep worden doen ze in een zakje, maar op het einde van dat kapel, van die wegel hier, ze gooien dat daar, ze doen dat niet mee naar huis, ze gooien dat daar op de hoek. En ik heb gezegd, de blikjes raap ik op. En dan kijk ik hier rond, maar weet je wat ik hier ook heb? Ik heb hier, als het een beetje gewaaid heeft, elke week een kruiwagen hout, hè, voor hem in de kachel. Wat de kapel, als je ziet, gezet het jaar 1886. En vroeger, kijk, dat moet eens elderd worden. Zijn nu langs achter, verleden jaar, maar ik heb die mensen geweest, van de Universiteit van Antwerpen. Die kapel is gezet zonder fundatie. En ze hebben zitten delven, die stenen uitgebroken, maar naar achterkant, hè. Dat ligt er nog altijd. Dat is nu 2,5 jaar van de universiteit. Maar dat is gedolven zonder. En ze hebben hier in tak ook een gat gemaakt en gefilmd voor te kijken. En wat moet ik zeggen? Het is nu mei maand. De donderdagavond om 18 uur is er hier een kleine mis. Elk jaar, Hans de mei maand. Maar ja, we hebben geen pastoor meer in Oedlem. Dus geen mis, hè. En die mensen dan hier komen, de meeste mensen met een rondje nu,
En anders gewone mensen ook. Mensen die hun auto zetten op Oedelenmarkt en dan te voet een wandeling doen naar de kapelletjes. En in Oedelen bestaan er 17 kapelletjes. Dat is wel een van de grootste. En doordat het dichtbij het centrum ligt, wordt er nog veel bezocht en veel mensen kennen dat. O ja, en dan zo blijf je een klein beetje in de sfeer. En ik kom eigenlijk naar hier voor de rust, voor een beetje te babbelen. Een beetje zilveren ook, maar goed. Maar anders gewoon. Maar je komt soms mensen tegen, cyclotouristen en allemaal, die tot aan hier komen. En ik heb altijd links of rechts een kaartje op de hoek zitten. En als er mensen komen en bijvoorbeeld zeggen, hoe is het met jullie? Ja, goed. Maar ik kom eigenlijk naar hier voor een klein beetje te bidden. Ja, een klein beetje bidden. Zeg, kun je nog bidden? Jo, ik kan dat nog. Maar zeg ze, mijn man is zwaar ziek. Ik zeg, ik kom naar hier voor te bidden. En heb je een kaarsje mee? Oeh, dat ben ik vergeten. Maar ik zeg, ik kan netje me zo aanzetten. Ik zeg, je moet dat de gang steken van mij. En hoeveel moet je hebben, meneer? 1 euro, 2 euro's, 5 euro's? Ik zeg, nee, ik zeg, maar ik heb geen geld in voor een klein kaarsje. Ik doe er al een of twee branden. Maar ik heb er geen geld voor nemen. En zo gaat het leven verder. He. Ik kwam naar hier en net naar huis aan. Er hangen links en rechts, maar ik heb ze vastgemaakt nu. Hangen er twee houten paternosters, grote. En ik ga naar huis. En daar in een dennenboom, wat zie ik daar aan? Een paternoster. Zijn dat geen nutte kapel, hè? Kinderen moet al, ik ben hier gekomen en effectief, het was hier in weg. Ik kan hem weer hangen. En dan zo is ook, heb ik s'morgens te komen en bij s'avonds kom ik hier ook. Zowel zomer of winter, de stilte, de rust, de vogels. En een keer spreek ik tegen mezelf. Ik ben getrouwd met een Rwandese vrouw, alweer mijn zoon zijn en Français. En in Rwanda is daar ook een tijdje slecht geweest. Hè? Maar nu is het al een tijdje geleden dat ik naar Hinter geweest ben. Maar ik ging altijd op reis gaan werken in kloostergemeenschappen. Bij witte paters en bij nonnekes. Ik ben eerst in Guatemala, Honduras, Hinter. Ik ben beneden geweest. Ik heb boven ook geweest. Maar die mensen zijn dan verdrukt en die mensen gaan naar boven. En hij heeft er eigen scholen gebouwd, huizen gebouwd. Die mensen geven daar les aan die kinderen. Maar die kinderen zitten hoog in het aparte. En dan ben ik beginnen gaan naar Afrika. Guatemala, Tanzania. En anders van kapelken hier, wie dat er achter mij komt, dat weet ik niet. Hoe lang dat ik ga leven, dat weet ik niet. Ik denk daar soms een keer aan, hoe lang dat nog zal leven. Ik heb hier blommetjes, ik heb gemaakt dat er hier water is. Als we een keer willen dus uren. En achter de kapellendeur staat er een uurborstel en een veeborstel. Als je zin hebt, kun je altijd beginnen. En we hebben hier een apostel. U hebt hem al gezien. Een kip die hier ook, als ik hier toekom, is de kip hier ook. Het is een kip die hier losloopt. En wat heb ik hier gevonden? Doen hier regelmatig mijn tour ook. Een paar weken geleden. Ik heb moeten vragen aan jagers. Een marter. Maar je hebt een boommarter, je hebt een bosmarter, je hebt een steenmarter. Wat dat was, weet ik niet, maar je ligt bij mij thuis.
En vroeger werden die marters gebruikt, de madamkes, zo een kostuumke, zo een wit velke. Dat werd vroeger gebruikt. Welke nier één gevonden? Van waar dat je kwam, weet ik niet. Het enige dat ik nu wel weet, dat een manneke een bruine plek heeft tussen zijn voorpoten en een vrouwtje niet. Het is een vrouwke. En dat lag hier. Hoe het dat hier komt, weet ik niet. Er zijn hier veel mensen die geen kippen kunnen houden, omdat hier ook vossen rondlopen. Maar een vos pakt een kip, doodt hem, eet er een stuk van en doet hem mee. Maar een matre doodt dat en laat dat liggen. En al zo'n dingen. Hè. En zo leer je door dat kapelke te komen, leer je ook de natuur kennen. En ze zeggen, het is nu een droge, verleden jaar, een droog jaar geweest. Ik ken hier nog geen enkel boom dood zien gaan. Vroeger waren het mensen die kwamen binnen. En nu zijn het meer mensen die met hun hondje, hè, hondje. Zitten zo in tussen ook, hè. Ik heb overlaatst hier een hond, een madame en een hond tegengekomen, kon nog nooit zo'n grote hond gezien. Maar zij woont een klein beetje verder en met haar huis heeft ze een vijver. En als die hond 's morgens opstaat, zomer en winter, springt hij in die vijver en zwemt hij een uur rond. En dat is een wolfshond. En zo leer je spreken tegen die mensen ook. En we spreken soms. En nu heb je ook bijvoorbeeld plechtencommunie en eerste communie. En dan komen er bepaalde ouders, kindjes beginnen met de fiets te leren rijden. En kunnen ze hier en dan een keer rondwandelen. En een keer. En zo leren zij dat ook een klein beetje kennen. Maar anders, de gewone, vroeger waren gewoon meer de plaatselijke mensen. En nu heb je meer bezoekers. Met een rondje. Of hond. In de vroege morgen kom ik hier. En in de namiddag, zoals nu. Maar vanavond kom ik naar achteren. En die stoelen dan er staan op de eerste zijde vier stoelen. Als er bezoek is, of ze babbelen tegen elkaar, ik kan dat zien. Want als je op de stoel zit en u babbelt, ik kan dat zien dat er hier iemand geweest is. Want ik zet die stoelen altijd op één rij. Dat is gewoon, wie dat er hier geweest is, dat weet ik niet. En zo gaat dat verder. Plezier. En dat ik hier binnenkom, dat ik andere mensen tegenkom, de rust. Wat plezier heb je nu van de middag voor in uw zetel te zitten en naar tv te kijken. Ik kijk niet veel tv. En kom ik een keer naar hier. Regent, het regent. Is koud, het is koud. U past u aan. Het is hier stil. Er zijn mensen die hier komen. We hebben hier nog 7 statuutjes. Hè. 7. En bijvoorbeeld een jaar of 2, 3 geleden was er eentje afgebroken. Hint er verder. Ik heb daar een paal achter gezet. Maar daar heb je elektriciteit nodig voor dat te bevestigen. En al zo'n dingen. En het zijn er een paar dat het glas kapot is. We zouden dat ook een keer moeten doen, hè. Ik ga nog een keer iets zeggen. Hè. Dat is van de kerkfabriek hier. Hè. De kerkfabriek heeft meer geld dan ik en u samen. Hè. Maar ze doen er ook niets aan. En de toekomst van de kapel. Wij zullen overlijden, maar die kapel gaat blijven staan. Ze zou natuurlijk een keer moeten geschilderd worden. Maar ja.
En nogthans, het is... Kijk een keer. Het is werelderfgoed, hè. Daar hebben ze tijd voor. Voor een plakkaatje te hangen. En vooraan, aan de straat, staat er een... ik weet niet of je het gelezen hebt. Het zou natuurlijk een keer moeten gebeuren zoals nu in Israël daar. Dat is iets van de ene kant naar de andere kant. In de Tweede Wereldoorlog werd er hier veel gebeden. Waarom? Miserie, armoede, deportaties, doden. Zo wij moeten terugkomen en dat terugkomt, had kapelke weer leven. Hè. Maar ja, zou dat beter niet hebben. Hè. Zo'n dingen. In mijn ogen hebben we het te goed. Dat is mijn gedachte. En doordat ik ben meer dan 40 landen op reis geweest en ik heb veel miserie gezien. Ik ging naar hinter en ik leefde samen met die mensen. Bijvoorbeeld in Guatemala. Ik ben naar hinter naar boven geweest. En ze hadden daar dus al 600 kinderen. Kleine kinderen en grote kinderen. En die ouders waren bij de pastoor, bij de priester. Dat waren witte poters. Hè. En we hadden geen geld voor te betalen, hè, voor hun jongens onderwijs te krijgen. En het was per kind... 3 maanden werken op de boerderij van de witte poter. Per kind. Zowel de mama of de papa. En ik ben van beroep elektromechanicien. En ik kwam daartoe en dat was een heel groot gebouw. En het onderhoud en allemaal. En de wasmachine was kapot. Ik zei... Ik ga er morgen nog een keer naartoe kijken. En wat gebeurt er door de warmte en de koude? Een grote trommel, hè. 600, 800 liters. Zo naar het touwsysteem, zo. Zwiep, zwiep, zwiep. En dan kent. Wat kapot. Ik zei, ik ga eens kijken. Weet je wat er gebeurd was? De riem was ervan gevallen door de warmte. Gewoon de riem opleggen, die motor een klein beetje aanspannen en de machine werd er weer. Maar dat was de was doen van 600 kinderen. Hè. En die vrouwen met de handen. Oh, dat zijn dingen, als ik hier ben, denk nog een keer aan vroeger zo. Ik ben ook maar een gewone, simpele boerenzoon. En... Ik heb het geluk gehad. Ik sta altijd 's morgens vroeg op. Als ik in de zomer wakker word, om 4 uur, sta ik op. Ik begin. Wat ik wel doe, 's middags kijk ik graag naar Blokken, Ben Krabbe, Blokken, naar het nieuws. En dat kan gebeuren, dat ik in slaap val. Dat kan gebeuren. Maar anders ben ik... actief bezig, nu nog altijd. Ik ben ook 67 jaar. Ik heb nog nooit in het hospitaal gelegen. Ik heb nog nooit... ik heb misschien in dit 40 jaar dat ik gewerkt heb... misschien 1 keer of 2 keer een week ziek geweest. Maar het is alles. En hoe komt dat? Omdat ik 's morgens vroeg opsta. Een wandelingsje doe. Ik kijk een keer... Hier op die weide, hierachter. Maar dit jaar heb ik ze nog niet gezien. Wat heb ik verleden jaar gezien? En ze sprongen zo hoog. 3 hazen. En het lag 1 haas plat op zijn buik. En 2, en ze sprongen 1 meter hoog. Hè. Een haas kan boksen. Hè. Vechten. En zo waren die 2 hazen, dat waren 2 mannetjes... die aan het vechten worden en de vrouw lag te kijken. Dat kun je 's morgens zien
En dat kom je tegen als je naar het kapelje komt. En je komt andere mensen tegen. Ik ken je overlaatst een madamke. Maar ze was niet van hier. Ik zei tegen hun, ik zei, hoe komt dat hij dat dier kent? Hoe komt dat? Zeg ze meneer, ik ben al meer dan 10 jaar weduwe. En ik denk nog elke dag aan mijn man. En ik passeer hier met mijn fiets en ik zie dat dier, dat het hier een kapelken is. Zeg ze, ik ga een gebedje doen voor mijn man, die al meer dan 10 jaar alleen dood is. Nee, het is gewoon, dat is een twaalf hier het kapelletje. Gewoon, je komt naar hier, ik raap een tak of die afgebroken is, ik krijg er ook in. Moet dan maar komen met mijn kruiwagen, ik moet niet dat in brouwen doen, ik steek hem toen in mijn stof. En komen mensen tegen, en nu het onkruid, oh ja, ik ga toen ik moet komen mee. Voor de grootste mee te doen. En al elke 14 dagen is de PMD, papier en karton en plastic. Wat steek dat toen dat erin? Hè. En er zijn mensen die mij soms geld geven. Tja, je moet dat eigenlijk niet doen. Hè. Maar ook een PMD-zak kopen. Ik heb ook op me. Moet je dat niet als zo achter strotten smitten. Hè? Dan was ik zei, God, kom toen ik in de zak PMD. Maar ik kon vroeger een bijnaam, eigenlijk noem ik Standaard Dirk. En mijn ouders woonden in de Katenne. Mijn vader noemde ook Eme Standaard, maar ze zijn ook Meten Standaard. Dat was vroeger dofkorting. Hè? Maar mijn ouders hebben nooit een auto gehad, nooit een tractor gehad. En als je dat nu ziet, wat dat er hier voorbij rijdt, van tractoren, dat is ongelooflijk. En materiaal. Oh ja, ik ben zo lang jong geweest. Ik word van 36 jaar ook trouwd. En toen alweer een Afrikaanse. Mijn grootouders lijden hier op Tout Kerkhof. En mijn ouders leiden het nieuw Kerkhof. Maar we twee kerkhoven naar Poelen. En wat ik van mijn ouders zei, vader was er 84, moeder 82. Ze zijn gestorven in 1 week tijd. Ik heb 2 zaterdagen 2 begrovingen gehad. En vroeger begrovingen deed, heel de familie mocht komen. Hè. En ze leiden door, neefs Malakor, in een urne. Mijn oekders leiden in een urne, mijn grootoekders leiden naar het kerkhof. En ik zei eens wanneer, ik ken achter nieuw kerkhof is Untra en aan de overkant, ik ken achter plantjes geweest, kruiden, pepers en paprika's en pompoenen geweest. En ken ik deur geweest naar... dan ik naar het kerkhof, kan ik eens aankijken en ik ga naar het kerkhof. Tegenwoordig heeft men niets nieuwere communicatie nieuwere. Vroeger kon ik op café gaan en de dien was dood en de dien is dood. En het is toen begrovingen van de dien en taratatatatat. En nu niets nieuwere. En ook nu nog even weten, leef je vrouwen nog? En ook naar het kerkhof aan en ze is begraven. Of een urne, kan ik dat zien? Ik ben allemaal 3 dagen geleden dat ik naar het kerkhof geweest ben. O ja, en zo gaat het leven verder. He.